Yo kijkers van de Best Gamer Ever. Vandaag zijn we bezig met een video. De allereerste Minecraft creatief aflevering. Vandaag gaan we een huis bouwen. En een nether. We gaan ook even naar de nether. Dat zitten we echt weer vlakbij. Echt, ik denk echt serieus, we zijn even lekker weg. Die hoeken kan je weghalen met alles wat je wil bijna. Kijk, ik doe het met ijs, vond ik best wel leuk. Eerst dacht ik, ga dat niet smelten of zo, of stopt het niet. Ik zit niet het ijsje waar ik het vorige keer ook was. Oh nee. Maar we gaan weer naar een andere plek zoeken. Ik ben helemaal blij, ja, we zijn weg van het dorp. We hebben een grote plek. Oh nee, auto safe. Oké, auto safe hier. Hè. Ik ga heel veel iets verschrijven hoor. Zo, dan zien jullie alles. De autosave vind ik best wel stom. We moeten op een grote vlakte, wat bijna helemaal recht is. Zoals hier, maar er staan allemaal bomen op. Ik heb geen zin om hele bomen te kapen. Ik denk niet dat we alles in één aflevering afkrijgen, het hele huis plus zoeken. Heb ik nog een map? Ja. Oh, meen je, pak het echt. Ik heb een heel dun en licht pak aan. Maar het is zo. Oké, daar gaan we een vlakte zoeken. Dat is wel een mooie ruimte, maar niet te veel rukken. Echt meen je het. Heb je echt overal waar de goede plekken zijn, fucking. Oh. Jongens, hier heb ik de vorige keer een nederportal gebouwd. En hier ben ik al een klein stukje mee begonnen met mijn huis. Maar kijk, ik vond hem best wel lelijk geworden. Kijk. En dan ga je zo naar beneden. En dan heb je hier slakken. Oké, we gaan heel ver die kant op. En kijken of er dan nog zo vlak is. Nou. En dan gaan we hier aan de grond trappen. Want anders kunnen we echt nooit een huis vinden. Ik heb al 4 minuten erover gedaan. Om ja, even een plekje te zoeken. Oké. We gaan het trouwens met iron maken. En de grond is een soort van bol. Het wordt een beetje een build battle. Van een strijd. Maar ik heb geen online, dus ik kan hier geen rare blokjes of zo. Maar heel veel die snappen de bedoeling niet eens van build battle. Dus. En ik laat je ook meteen zien hoe je
Ja, oh, ik ga heel veel iets omhoog doen, want dan zien jullie ook mijn hele lijf. Ach jongen, dat laat gewoon zweven. Ik moet nog kijken even waar ik de deur ga laten plaatsen. Daar wordt de deur geplaatst. En we gaan ook nog de vloer maken. Ik denk dat heel veel van mijn volgers gewoon ook Enzo Knol kijken. Obsidian Black Wall. En dan gaan we nou even stone dus chairs pakken. Oh ja, ik had ook een deur. Ja, ik heb een iron deur nodig. Oh wacht, hier kan dat helemaal niet. Hier kan helemaal geen deur. Helaas. Er moet een plekje hier. Dus ik zie het hier op de deurboom. Kijk. Want wat pressure plates gepakt. We gaan straks ook nog heel even. Ik weet niet of veel mensen de game willen kijken. Als jullie hem kijken, moet je ook beelden bekijken. Dan gaan Jens en ik tegen elkaar strijden. Het is best wel leuk. Ik vind het best wel grappig. Ja, mooi. Nee. Als ondersteuning. Van de Black Hole als je er ook knooit, zoals ik best wel ga doen. Oh, en Jens en ik zaten zo te discussiëren, ja. Eigenlijk moet je gewoon een GoPro kopen. Eigenlijk moet je gewoon een GoPro kopen om vlogs op te nemen. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook best wel handig. Eigenlijk een GoPro. Dus dan ga ik kijken hoe duur die dingen zijn. Want je kan er ook best wel graag filmpjes mee opnemen. En het liefst heb ik hem al voor de zomervakantie, want dan kan ik in de zomerkamp. Dan zie je even wat vlogs op mij van in het zwembad. Als je mag filmen daar natuurlijk. Ik vind dat de vloer best wel snel weg. En
als we hoeven we vandaag nog niet in te richten. Als de nether portal klaar is en de zolang als de nether portal en het dak een beetje klaar zijn dan en verlichting. Hier kijk, dit is de grond. Met dan in één keer zo dingen. Kijk, dit is hem. Oh ja. En niet te vergeten natuurlijk. Ze zijn natuurlijk het huis helemaal niet af. Oh ja, woensdag hadden we een uittreden naar het burgemeesterhuis. En we gingen dus fietsen met de hele klas. Maar we mochten niet hard fietsen. Dus in een half uur waren we er net, dus we hadden alleen. Zo de video af en dan gaan we bij de volgende video natuurlijk naar boven maken en dan een tuintje erbij maken, misschien nog een balkonnetje, dat is altijd wel leuk. En vond je deze video leuk? Zeg in de reacties wat ik er nog bij kan bouwen en oh, even naar binnen. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Zeg en doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet mij niet te abonneren en zeg in de reacties wat ik nog kan maken. En voor Damien Groene speciaal nog even. Je mag. Ik kan helemaal geen obsidian zwaard maken. Dus ik weet niet wat jij denkt, maar het kan gewoon niet. Hey. Bye bye.